Vragen met bronnen zijn voor veel jongeren lastig om te beantwoorden. Maar als je dat op een bepaalde manier aanpakt, dan zul je vaak zien dat het toch helemaal niet zo moeilijk is als op het eerste gezicht lijkt. Wat wij je nu willen laten zien, zijn een paar trucjes die je erbij kunt gebruiken. Eigenlijk een vast stappenplan dat je altijd bij iedere tekst waarom toe kunt passen. Nou ja, hier zien we zo'n bron zoals die in het proefwerk zou kunnen komen. In dit geval een bron uit het oude Griekenland. En er hoort dan ook de volgende vraag hoort er dan bijvoorbeeld bij. Zet even het filmpje op pauze en lees alsjeblieft de bron en de vraag even goed door. Als je dat gedaan hebt, laat dan het filmpje weer verder lopen. Oké, wat veel leerlingen doen, als ze dan zo'n bron hebben gezien en ze pakken de vragen bij, dan beginnen ze meteen een antwoord te geven op de vraag, zonder eerst eens goed naar de bron gekeken te hebben. Dus wat we nu gaan doen, is eerst even die vraag weghalen en drie belangrijke stappen doorlopen die je eigenlijk altijd moet doen als je een tekstbron voor je hebt. En als je deze drie stappen niet goed doet, dan zul je zien dat je ook geen goed antwoord op de vraag kunt geven. Dit zijn dingen die je op een klapblaadje even op zou kunnen schrijven. Je kunt ze aanstrepen op je proefwerk of je kunt ze gewoon in je hoofd doen. Maar goed, we zullen eens even kijken wat ze zijn. Stap 1 is eerst eens gewoon even kijken uit welke tijd komt de bron. Ja, en daar zijn altijd aanwijzingen voor. In dit geval, oh ja. En natuurlijk als tweede, sorry, komen we zo op terug. Als tweede, wie spreekt er eigenlijk in de bron? Wie is er aan het woord? Over wie gaat het? En als derde, wat wordt daar dan eigenlijk over gezegd? Waarover gaat de bron? Oké, dan dus die eerste vraag. Uit welke tijd stamt de bron? Het is geschiedenis, dan is het altijd belangrijk om te weten in welke periode iets plaatsvindt. Nou, in dit geval staat er dus duidelijk boven, er worden jaartallen gegeven. Hier zie je ze. En we zitten dus ongeveer in de periode 400 voor Christus. En we hebben geleerd, kun je in hoofdstuk 2 van het boek zien, dat is onder andere de periode van de Griekse oudheid. En in dit geval moeten we daar plaatsen, want we hebben het in de bron over Griekse filosofen. En dan komen we meteen ook bij de tweede vraag. Wie is de spreker in de bron? Nou ja, in dit geval is het opgeschreven door de filosoof Plato, maar degene die spreekt is de filosoof Socrates. Zie je hier staan. Die is aan het woord. Hij is in gesprek met een andere Griek. In dit geval zijn naam Socrates, die komen we ook in het boek tegen, maar het gaat er vooral ook om bij het spreken van een bron, wat de functie van die persoon is, welk beroep, welk werk die heeft of zo. Dus in dit geval is het belangrijk om te weten dat Socrates een Griekse filosoof was. Oké, maar wat zegt hij dan allemaal, die Socrates? Waarover gaat de bron? Daarover staat al iets meteen in de aanhef. Socrates probeert uit te leggen hoe hij tot ware kennis komt. En daar zegt hij een heleboel over, bijvoorbeeld eronderaan, dat hij zegt van, ja, dat mensen uiteindelijk van zichzelf leren. Doordat hij ze alleen maar vragen stelt en die laat hij de mensen zelf beantwoorden. Dus waarover gaat de bron? Socrates beschrijft de manier waarop hij mensen tot kennis laat komen, namelijk door het stellen van vragen. Oké, nou hebben we de bron goed bestudeerd. We weten dat een bron is uit de Griekse oudheid, waarin een filosoof aan het woord is, die vertelt dat hij dus mensen tot kennis laat komen, zelf tot kennis laat komen, door zijn vragen te stellen. Oké, nou wordt het weer tijd om terug te gaan naar de examenvraag zelf. Want deze drie vragen die je hier rechts ziet staan, uit welke tijd, wie ze spreken, waarover gaat de bron, die zul je natuurlijk nooit op een proefwerk krijgen. Nee, op een proefwerk krijg je een vraag zoals we net ook al even zagen. Gebruik bron 1. Nou, die hebben we net uitgebreid doorgenomen. Deze tekst over Socrates is een voorbeeld van het wetenschappelijk denken bij de Grieken in die tijd. Leg dit uit. Oké. Dat gaan we nu dus doen. We hebben goed naar de bron gekeken. Nu gaan we antwoord geven op de vraag. En ook hiervoor geldt een drie-stappenplan. Drie stappen die je eigenlijk altijd aan moet houden om te komen tot een goed antwoord. En toen net heb ik de stappen 1, 2 en 3 genoemd. Nu gaan we de stappen anders noemen. Namelijk ik zie, ik weet en dus. Klinkt misschien een beetje raar, maar als je jezelf dit aanleert, dan zul je zien dat je tot goede antwoorden zult komen. Ik zie slaat altijd op de bron. Wat zie ik in de bron staan? Waarover gaat het dus?
Nou, ik zie in de bron dat Socrates mensen zelf tot antwoorden op problemen laat komen. Oké. Dat hebben we gezien, dat hebben we uit de bron gehaald. En dat is ook wat de vraag ook heeft gesteld. Gebruik de bron. Dus dat hebben we nou gedaan. Tweede deel van je antwoord is dan, wat weet ik? Wat heb ik geleerd? Waar hebben we het in de les over gehad? Wat staat er in het boek? En nou ja, laten we dat boek er dan ook maar eens even bij gaan pakken. Hier hebben we pagina 23 uit het boek. Een stukje uit paragraaf 2.1 staat. Het gaat over de Griekse oudheid. En dan zien we in het midden al dat het gaat over het wetenschappelijk denken. En wat wordt daar precies over gezegd? Nou, in het midden het volgende. Die Griekse filosofen die verwierpen mythologische verklaringen voor de verschijnselen in de wereld om hen heen. En in plaats daarvan probeerden ze met hun verstand te beredeneren hoe de dingen in elkaar zaten. Oftewel, ze gingen dus niet meer uit van een verklaring waarin alles bij de goden werd gelegd. Maar ze probeerden zelf met een antwoord, met een theorie over iets te komen. Oké, nou, wat hebben we gezien? Nog een keer rechtsboven in de hoek. Ik zie dat Socrates mensen zelf tot antwoorden op problemen laat komen. Ik weet, en dat is dus hetgeen wat je geleerd hebt. Ik weet dat de wetenschappers uit de Griekse oudheid zelf verklaringen gingen zoeken in plaats van alles op de goden af te schuiven. Dat is namelijk ook wat we hier in het boek zien staan. Oké. En dan komen we dus bij het laatste punt uit. En dus, want wat was de vraag? Leg uit dat deze tekst over Socrates een voorbeeld is van het wetenschappelijk denken bij de Grieken in die tijd. Nou, we hebben uitgelegd wat Socrates zegt in de tekst. We hebben uitgelegd wat het wetenschappelijk denken is bij de Grieken. Dat is namelijk het tweede gedeelte wat we net uit het boek hebben gehaald. En dus kunnen we concluderen. Dus is de tekst van Socrates een goed voorbeeld van het wetenschappelijk denken bij de Grieken. 1, 2, 3. Ik zie, ik weet, dus. En het lijkt misschien een beetje overdreven, maar als je iedere keer je antwoorden op deze manier aan gaat pakken bij een bronnenvraag. Ik zie dit in de bron. Ik weet daar dit over, want dat heb ik geleerd. En dus, en dan breng je dan breng je de twee elementen bij elkaar. Als je dat op die manier doet, dan krijg je gegarandeerd de punten. Als je natuurlijk tenminste het goede antwoord geeft. Het klinkt overdreven, maar het kan je op weg helpen. Oké, alles nog even op een rijtje. Hoe nou antwoord te geven op een vraag met de tekstbron? Eerst dus goed naar de bron kijken. Goed de bron lezen. Uit welke tijd stamt de bron? Altijd belangrijk bij geschiedenis. Wie is de spreker in de bron? Niet zozeer de naam, maar vooral de functie van de persoon is dan natuurlijk belangrijk. In ieder geval dat het om een Griekse filosoof ging. En waarover gaat de bron? Maak voor jezelf eens een korte samenvatting. Probeer de bron eens in eigen woorden op te schrijven of samen te vatten. Oké, dat is dus de eerste stap, de bron lezen. En daarbij dus die drie punten in de gaten houden. En dan pas de vraag gaan beantwoorden. En bij het beantwoorden van die vraag dus de volgende drie dingen in je antwoord verwerken. Ik zie dit, ik weet dat, en dus is dit het antwoord. Als je het op deze manier aanpakt, dan zul je zien dat je antwoorden tijdens een proefwerk steeds beter worden. Heel veel succes!